En eindelijk is ze er weer. Tess Possemus, de beste vrouwelijke bartender ter wereld, om hier om de week een cocktail te maken. Mooi dat je weer terug bent. Goedemiddag, ja. Tess. Waar was je? Ik was heel veel in het buitenland. Ik was in Edinburgh en in Londen en vooral in Cuba op vakantie. Aha. En in Shanghai. Dus ik dacht, ik ga voor jou even die twee even meenemen in een cocktail in de studio. Ja, en wat een fantastische dag heb je meegenomen ook om dat te doen. Heerlijk, hè? Het is weer echt. Het is weer cocktail weer. Dus kan geen mooier weer treffen. Want het is natuurlijk ook een klein beetje promoplaatje meteen. Promopraatje. Ja, want maandag en dinsdag is het Perfect Serve Bar Show. En dat is een bar show waar ik mede-organisator van ben. Dus dat vind ik heel leuk. Maar het is in de Wester-Unie in Amsterdam. En 2 dagen lang vol met seminars, workshops, tastings. Noem het maar op. Van 12 tot 7. En ik, workshops, en dan kan je van jou leren om een cocktail te maken. Niet van mij, want ik sta eigenlijk gewoon vooral de gastlijst te checken. Oh, en rond te rennen of er wel genoeg ijs is. Maar ik ben er zeker aanwezig. Uh-huh. En er zijn heel veel leuke dingen te doen. Dus het leuke is dat ik kaartjes mag weggeven. Dat gaan we nu doen. Ja. Oké, dus hoe, ja, weggeven of verloten. Verloten, en wat zullen we dan vragen? Want je verrast me hiermee. Ja. Leuk, leuke verrassing. Nou, ik dacht, ik ben al zo lang niet geweest, dan moet ik cadeautjes meenemen. Ja, heel gaaf. Maar wat zullen we doen? Dat iemand moet even iets raden. Maak er een soort quizje van. Nou, ik heb je dacht, een vraag? Als we nou 3 keer 2 kaartjes verloten, dan kan je namelijk ook gezellig iemand meenemen. Dat is veel leuker. Mm-hmm. Moet je mij even mailen op info@tesspostumus.com. En dan wil ik in die mail een vraag die wij de volgende keer in deze show gaan beantwoorden. En dan de 3 leukste vragen winnen die 3 keer 2 kaarten. Dat is een goed idee. Dat is leuk. Dus wat we doen, we hebben 3 keer 2 kaartjes. Stuur een mail aan info@tesspostumus.com. Yes. En zeg daarin wat je de volgende keer, als jij hier een cocktail komt maken, behandeld wilt zien. Ja. En dat kunnen dan vragen zijn over van alles. Over drank, precies. Over cocktails, over jou. Of ja, over, of dingen die je graag wil leren op die Perfect Serve Bar Show. Dus de leukste 3 inzendingen vragen, die krijgen die kaartjes. Oké, okay, info@tesspostumus.com. Tess Possemus met POSTHS. U-M-U-S. Nou, ik hoop dat het goed gaat, Tess. Wat heb je allemaal meegenomen? Nou, ik was dus in Cuba, in Havana. Dus ik heb Havana Club rum meegenomen. En ik ga voor jullie een Shanghai mojito maken. Want ik was dus ook in Shanghai. Ze beginnen, op de basis van de mojito is rum. Dus ik heb die heerlijke Havana rum bij me. Je hebt een hele bijzondere beker bij. Ja, dit is een hele leuke julep cup. En ik heb ook een swizzle stick bij me. Nou, is dit de cup? Hoe noem je dat? Een julep cup. En dat heet naar de julep cocktail. Het is een zilveren beker. Ja. Ja. Ja, en dit soort dingen, ik dacht, ik ga een beetje uitpakken. Het is weer de eerste keer sinds een tijd. Dus ik laat even zien wat er allemaal mogelijk is. En die stok? Ja, dat is een swizzle stick. Dat ga ik je zo uitleggen. Oké, er moet nog meer bij. Er gaat het vers limoensap in. 30 milliliter. Zo. We zijn bijna klaar, hoor. Ik vind het fascinerend hoe jij dat kan. Zo'n citroen leegknijpen in zo'n klein cupje. Bijna zonder morsen. Oké, er zat al wat crushed ijs in. En dan gaat er nu ook nog wat citroengras en lime leaf siroop in. Ja, je moet het straks even op de webcam zien. Want je hebt het al voorbereid. Ik heb hem voorgebereid in een zak zit hij. Daar gebruiken we 15 milliliter van. Dat krijg je een beetje, hè, dat Shanghai-achtige Aziatische tintje. Alleen de siroop, niet de harde stukjes. De frutsels mogen achterblijven. Zo. Ja, dit is Azië, wat je er nu in doet. Precies, dat wordt dus het Shanghai-tintje. Nou, nog een heel klein beetje Earth Sparkling Water. Wat ik alvast in een glas had gedaan. En dan gaan we swizzelen. En swizzelen is, het is een stok van een boom. Ja, beschrijf even wat je daar voor bomen hebt. Zit iets onder? Zitten allemaal. Nou, dit is ook, je moet natuurlijk een beetje een teaser. Je moet kijken naar onze filmpjes. Dan kan je het zien. Nee, maar het is een takje en er zitten allemaal kleine uiteinden aan het einde. Het zijn er bij mij 5. En met die uiteinden, die zitten in die beker. En door hem tussen 2 vingers te swizzelen, als dat heet. Dus ik draai hem heen en weer. Dan meng ik alle ingrediënten en maak ik hem lekker koud. En dat is het. Het is een swizzle. Dan gaat er nog gewoon een rietje bij, hè? Want je moet natuurlijk wel kunnen drinken. Wat verse lime leaves en een klein beetje citroengras voor de geur. Dan waan jij je helemaal in een combinatie tussen Shanghai en Cuba. Wauw. Kijk nou, joh. Heel klein beetje proeven. Het is zo mooi. Het is heerlijk zomersdrankje. Hij is echt voor vandaag. Ja, en ik wou dus precies een beetje inspiratie geven van, dit soort dingen kan je ze allemaal zien op de Perfect Serve Bar Show. Oh, dus stuur vooral die mails. Dit is echt voor vandaag. Hier, kijk, regisseur komt binnen. Martje, kijk eens.
proeven. Voor jou. Ik ben altijd heel jaloers. Slokje. Even proeven. Zomer. Zomers. Heerlijk. Gelukkig. En fris. Zomer in de zilveren beker. Perfect. Okay. Mooi, mooi, mooi. Dit is nog één keer. Hoe heet die? De Shanghai Mojito. Shanghai Mojito. Wat gaan we doen? Wil je nou 3 keer 2 kaartjes voor Perfect Surf? Bar Show. Met Tess. Stuur dan een e-mail aan info@tesspossumus.com met de vraag die hier volgende keer dat Tess hier is behandeld wilt zien. Het mag over alles gaan, zolang er maar een beetje over drank en cocktails gaat. En heb je het allemaal niet kunnen horen, kijk even op bnr.nl. Daar vind je ook een filmpje van wat Tess hier net gedaan heeft. Tess Possumus, de beste vrouwelijke bartender ter wereld. Dankjewel. Dankjewel. BNR Nieuwsradio. Roelof Hemmen.